En één iemand zit er op de haak slaan. En dan kunnen wij... Oeh! Dit meen je. Hey blokke gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Het is nog steeds middenherfst, maar dit is ook de laatste dag van de middenherfst, want de volgende aflevering is het late herfst. En dan moeten we eens even kijken of wij mais kunnen gaan hakselen de laatste dag, want dat moet wel gebeuren voordat het winter is natuurlijk. Dus wat wij vandaag gaan doen is eventjes de combine legen, maar we zitten al in de trekker, dan moeten we de combine eventjes legen. Ik weet niet meer precies wat we met dit stro gingen doen, maar ik denk dat we daar balen van gaan maken. Of was het in een... Nee, het was volgens mij in een voermachine dat we dat gingen doen. Laten we het gewoon in een voermachine gooien, want ik weet niet hoeveel stro daar nog in zit, dan kunnen we straks wel eventjes kijken. Maar in ieder geval, dit veld maken wij klaar en ik weet dus eigenlijk niet of er nog een ander veld is wat geoogst kan worden. Veld 7, veld 40 hebben we geoogst, veld 42 is geoogst, dus dat kan allemaal weer, veld 1 is geoogst, 40, 42, 7, veld 10 is dus mais, dat kunnen we dus ook oogsten, en veld 16 is gecultiveerd, of geploegd, dat hebben we ook nog, dat veld, dat zie ik nou pas, dat wist ik ook niet, en wat we dan gaan doen, moet even kijken, misschien even wat gras maaien of zo, of we zetten alles klaar, ik denk dat we alles klaar zetten voor de grote maisoogst, maar allereerst gaan we de combine even legen. De trillen gaan we legen, het stro gaan we oprapen voor in de voermachine. En dan denk ik dat het eigenlijk wel, dat we een heel stuk zijn natuurlijk. En het is vandaag een behoorlijke speciale dag in ieder geval voor mij dan. Want ik heb vanavond, nou vanmiddag, het is nu 1 uur dat ik dit opneem. Om 4 uur moet ik hier ongeveer weg, iets eerder dan 4 uur. En om kwart, ook half 5 word ik bij RTV Oost, word ik verwacht. Want dan heb ik televisieopnames. Oeh, spannend. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb ook er een vlog van gemaakt. Ik heb de camera hier naast me liggen. Dit is een Lumix DMC FZ1000. Dat is de camera van mijn vader. Die ga ik gebruiken. Kijk, en als je die twee eventjes naast elkaar houdt. En dan ook de lenzen. Moet ik eventjes goed doen. Eventjes de lenzen zo. Ja. Dat is wel een behoorlijk groot verschil. Want deze camera heeft veel betere kwaliteit. En ik wil graag voor kwaliteit gaan, dus dan gaan we dat ook doen. Alright, dit is klaar. Dus wat we nou gaan doen is eventjes naar onze yard rijden. Dan maken we deze combine, deze trailer maken we leeg. De combine kunnen we opruimen. En dan is het tijd om het stro op te rapen. Kijk, we kunnen de combine kunnen we wel verkopen. Maar ja, dan hebben we weer ongelooflijk veel geld. Want ik weet niet waar we allemaal met dat geld moeten. Want we kunnen volgens mij geen vent katana voor oorloven. Die moeten wij wel huren. Maar we gaan wel weer de vent katana gaan we gebruiken voor de mais haksel sessie dinges geval. En dat moet wel gebeuren. Alleen hier past geen koersplay op. De Ford weet ik niet of daar koersplay op kan. Want ik hoop dat er wel een trekker is waar we koersplay op kunnen gebruiken. En waarom? Zodat twee trekkers gewoon de hele tijd heen en weer kunnen rijden. En één iemand zit er op de hak slaan. En dan kunnen wij... Oeh! Dit meen je. Dit meen je. Oké, fijn. Realistisch. Hey, Lars, realistisch. Kunnen we hier echt niet meer uitkomen? Ah, je wel toch. Ik was eventjes iets enthousiast en ik zat niet helemaal op te letten. Maar wat ik dus in ieder geval wou zeggen, is dat wij dat stro, volgens mij gooien we dat in de voermachine. Daar kunnen we straks wel even kijken. Hoeveel stro erin ligt. Want volgens mij ligt er heel wat gras in, maar nog geen stro. En silage ligt er ook nog niet in. Omdat wij de volgende aflevering gaan we mais hakselen. Dan kunnen wij dat silage kunnen we dan in de silo gooien. Dat kan dan fermenteren. Dat kunnen wij dan in de machine gooien. En dan wordt er compleet gemengd rantsoen gemaakt. Of TMR, Total Mixed Ration. Hoe dat eigenlijk heet. Maar ja, in Farming Simulator 17 hier... Lars, echt waar. Ben je toch allemaal mee bezig, man. Maar in Farming Simulator 17 heet dat krachtvoer. We zijn nog geen 5 minuten bezig of ik ben al tegen twee dingen aangeknald. En dit wil ik een realistische serie maken. Nou. Hola die. Nou ja, goed.
Ik probeer altijd mijn best te doen, maar ik vind het realistische vind ik wel leuk, maar dat lukt mij gewoon niet altijd op de een of andere manier. Dat is heel apart. Ik weet niet waarom. Heel vreemd. Kijk, wat veld 2 kunnen we ook nog maaien. In de winter kunnen we dat niet maaien, dus we zouden misschien nog één keer gras kunnen maaien. Maar volgens mij zit hier al voldoende stro in, joh. Wat we beter kunnen gaan doen, is dat stro, dat we daar gewoon balen van gaan maken. Want hier zit 56.000 liter aan stro in. We kunnen er wel nog meer in gooien, dat zouden we wel kunnen doen. En hebben we de koeien, hebben we die stro nodig? Nee, want hebben we de vorige keer al gedaan. Maar ze hebben geen kuilvoer en geen krachtvoer. Ik zit er een beetje over na te denken, wat we het beste kunnen doen. Kunnen we het beste in de machine gooien of kunnen we de beste balen van maken? Want we hebben nog wel redelijk wat balen. Wat we natuurlijk kunnen doen, is gewoon oprapen. En als zoveel mogelijk wat er allemaal in past, gooien wij in de machine. En wat we overhouden, moeten we maar verkopen, denk ik. Anders zou ik het ook niet weten. Maar goed, dat zien we dan wel. Maar wat we dus nou eventjes gaan doen, is deze combine legen. Of deze combine, deze trailer legen. De balenpers erbij pakken. Nee, ik ben zenuwachtig voor vanmiddag. Ik zeg alles helemaal verkeerd. Rustig. Oh ja, en laten we die ook eventjes doen. Eventjes inzaaien. Dat wilden we ook doen. Met gerst. Maar hier kan ook geen koersplay op, dus dat is ook wel vervelend. Dus we zetten deze gewoon aan en dan ben ik benieuwd hoe die doet. Zo, ik weet niet hoe die doet hoor, maar als het maar goed doet. Want dit is dan een wintergewas en dan kunnen we dat in de lente kunnen we dat dan oogsten. Maar goed, to the point. Trailer legen, combine ophalen, oprapwagen ophalen en gaan. Dat was mijn telefoon. En wat gaan stro oprapen. Weet je, ik zat eventjes te denken, we kunnen die combine kunnen we later wel opruimen. Als we nou eerst gewoon eventjes die voermachine eventjes vullen. Want de combine die kunnen we ook nog wel in de winter opruimen. Maar wij kunnen geen gras maaien in de winter. Want de voermachine die heeft nog gras nodig. Dus wat ik, wat we denk ik gaan doen. We gaan eventjes plannen wijzigen. Wat we gaan doen is allereerst dit stro oprapen. Dat gooien we in de machine. En wat we overhouden. Ja goed, dat houden we over. Dan moeten we dat maar verkopen. Want het kan zijn als we de hele wagen vol hebben. En de machine is het vol dat we nog wat in de wagen hebben. Maar daar kunnen we daar geen balen van maken. Omdat we hier dan alles vader al op hebben geraapt, snap je? Dus, oh, dat was even automatisch opslaan. Dus wat we gaan doen, we maken dit stro af. En dan pakken we eventjes de frontmaaien. En dan gaan we gewoon eventjes proberen zoveel mogelijk te maaien. En weer wel met de frontmaaien en de oprapwagen drachten. Zodat we gewoon zodat we gewoon gras hebben en dat we dat in de machine kunnen gooien. Want we zouden ook wel kunnen dubbel gaan maaien, dat kan op zich, want we hebben nog de vork die ook direct alles kan geharken. Dat is ook een optie. Dat gaat misschien wat sneller. En dan gaan we met de deurt gaan we maaien en met de vork die gaat de oprapwagen trekken. Of de hark trekken. En daarna moeten we het maar gaan oprapen. Maar als er geen gras in de voermachine zit, dan hebben we natuurlijk ook geen krachtvoer. Dus we moeten daar ook voor zorgen. Dus die combine die laten we eventjes voor wat het is. Die kunnen we later nog een keertje ophalen en opruimen. We moeten eerst eventjes het eten fixen voor de dames. Want anders hebben die geen krachtvoer voor in de winter. Dat is een beetje jammer, natuurlijk. Hij zit nu 70% vol. En we hebben nog 3 zwaarden over. Dus balenpersen had denk ik ook niet zo heel veel zin. En ik hoop dat alles wel in de voermachine past. Dat we daar niet wat overhouden. Want dan moeten we de helft van het stro wat we over hebben, moeten we daar gewoon gaan verkopen. Kan wel. We kunnen het ook gewoon ergens neerleggen op een hoopje. Dat kan ook. Dat is misschien ook wel een optie in plaats van dat we het verkopen. Dan hebben we nog, mochten we dan echt geen balen meer hebben, dan kunnen we altijd nog een strohoopje hebben. Dan kunnen we daar zo met de shovel kunnen we zo wat oprapen en ergens in gooien of zo. Misschien is dat beter. Want hierna zijn nog 2 zwaarders. Dus. En de wagen zit ook vol. Nou, de wagen zit vol. Hartstikke mooi. Dus die brengen we naar de voermachine. En dan halen we de rest van het stro op. En dan gaan we een stukje gras maaien. Nou, zijn we dan op ons eigen gemaakte pleintje van de vorige keer. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel stro wij in de machine kunnen krijgen.
Ik denk niet dat alles er, al het stro erin past, maar we gaan het zien. We gaan het zien. De handrem erop, want het gebeurt er wel eens vaker dat hij dan in één keer vooruit gaat vliegen. Ik denk dat hij iets van 100.000 liter in kan of zo, denk ik. We zitten nu op 80, 90. Oké, we zouden misschien dat alles er wel in past, want nou is het stro ook gewoon proppie vol, dus die hoeven we voorlopig ook niet bij te vullen. Daar moet je dan ook wel weer het voordeel van inzien, toch? Nou, het is nu 4:05. Dus de volgende aflevering is het late herfst. En dan gaan wij mais hakken. Maar of we dat deze aflevering nog klaar kunnen zetten, dat weet ik niet. Want we moeten eerst het gras eventjes fixen. Want nu kunnen we nog gras maaien. Als we dat niet meer kunnen, dan hebben we gewoon een probleem. En dan hebben we geen gras voor in de machine. Dat is een beetje jammer. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik zal eens eventjes dat laatste stro... Oh, ik had jou niet gezien. Sorry. Dat is de derde keer dat ik ergens tegenaan knal. Ik maak dat zo eventjes af. Dan zal ik alles klaarzetten voor de maïssessie. En dan kom ik bij jullie terug. Want ja, ik kan jullie wel laten zien dat ik constant stro aan het halen ben. Maar in Frisian Mart heb ik dat ook heel veel gedaan. Dus dan is dat niet zo heel leuk om dat constant te zien natuurlijk. Dus ik denk dat het beter is als ik dat er gewoon allemaal uitknip. En als alles klaar staat voor het gras, kom ik bij jullie. Let's go en maaien! Oké, waarom is dit ding nou raar aan het doen? Of komt dat omdat... Oh, wow, zeg, waarom gaat die achterste maaien niet omlaag? Oh, ik heb het ding nog niet omlaag gedaan. Oh, stop. Het is wel handig als je de heft omlaag doet, vriend. Dan was ik vergeten. Je mag wel ietsjes op 15 meter. Dan kan hij tenminste alles harken. En dan kunnen wij gaan maaien. We gaan niet alles maaien. Maar in ieder geval dat we grotendeels voldoende hebben. Om de voermachine vol te krijgen. Al het stro paste er net niet in. We hadden 3000 liter oven. Want er paste inderdaad 100.000 liter stro in. Dus van alles kun je 100.000 liter in de machine gooien. En de resterende 3000 liter heb ik... weet jullie waar de balen zijn? Waar we de balen neer hebben gezet? Daar was nog een extra schuur. Daar heb ik achterin de hoek heb ik daar een bultje met stro gemaakt. Mochten we dat ooit nodig hebben, dan kunnen we het daar pakken. Voor iets of zo, weet ik veel. En dan gaan we hier eventjes... dan maken we eventjes een stuk wat wij gaan maaien. Ik denk dit stuk. Niet een te scherpe bocht nemen, want dan kan hij dat niet meenemen. En alles wat hier in het midden is, dat gaan we maaien. En dat gaan we dan ook oprapen. En dan hebben we denk ik wel voldoende gras om in de machine te gooien. Ga ik vanuit. We hadden iets meer naar links kunnen gaan, nog ietsjes verder. Zodat we tegen de muren, tegen de bomen aan zaten. Maar als er in ieder geval maar voldoende gras in zit, zodat we in ieder geval de machine vol kunnen krijgen. We'll be right back.
Zo, en het laatste beetje gas gaat in de machine. En dan hebben we dat ook allemaal alweer helemaal gefixt. Dat betekent dat we dan 100.000 liter aan stro hebben in de machine. En ook bijna 100.000 liter aan gras. Dan moeten we dus alleen nog silage erin gooien. Dan gaat de machine zijn werk doen. Er zit al voer in. Dat kan eigenlijk helemaal niet, maar goed. En dan kunnen we hier zien hoeveel we nodig hebben. En als we hieronder gaan staan, dan krijgen we het in de trailer. Heel mooi. En het begint ook donker te worden. Het is 6:30 in de avond. Ik zeg, de boer gaat naar bed. Zeg, ik kan hier maar blijven staan. En de Nieuw-Holland, die is ook nog steeds bezig met zaaien. Maar die zou, denk ik, ook klaar zijn. Nou, hoe goede timing wil je het hebben? Goed jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Mocht je dit uiteraard een leuke aflevering hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even die like erop te knallen mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat nog eens een keer eventjes, help me enorm mee. En iedereen is tegelijkertijd klaar, dat komt helemaal goed uit. We gaan naar bed, als boer zijnde. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!